Geachte dames en heren, het tijdstip van 19:30 is alweer geweest. Ik wil graag u verzoeken plaats te nemen. En dan kan ik de vergadering openen, waarvoor hartelijk dank. Welkom allemaal. Van onze kant bij agenda punt 1, de opening en de mededelingen, hebben wij geen mededelingen. Ik kijk even rond of er mededelingen vanuit de zaal zijn. Die zijn er niet. Dan is agenda punt 1 afgerond. Vaststelling van de agenda. Ik kijk rond of er behoefte is om er wijzigingen aan te brengen. Dat is ook niet het geval. Dat is agenda punt 2 ook afgerond. Agenda punt 3, spreekrecht. Bij ons heeft zich niemand gemeld. En ik zie ook geen beweging op de tribune. Dus agenda punt 3 is ook afgerond. Dan gaan we naar het meningsvormende deel van de agenda. Het vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst, akkoord op hoofdlijnen. En de samenwerkingsovereenkomst fase 1, annex de gezamenlijke grondexploitatie en deelexploitatie, de cirkel, marshoogte en havenzaten S. Wie mag ik daarover het woord geven? Mevrouw Luiten van de PvdA, meneer Botter van Op Koers, meneer Rodemond van D66, meneer Gelling van de VVD, mevrouw Hof van ChristenUnie en meneer Dogger van het CDA. Ik begin bij de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Wij zijn als PvdA blij met het initiatief om meer woningen in de gemeente te bouwen. We hebben al vaker aandacht gevraagd voor het terugdringen van de wachtlijsten. Dat vinden we heel belangrijk. En die noodzaak, dat weten we allemaal, die is de laatste jaar alleen maar groter geworden. Dus we zijn in principe staan we positief tegenover dit voorstel. Maar zoals dat gaat, we hebben nog wel een paar vragen. Namelijk, voor ons is het belangrijk om te weten wat de beoogde verhouding is tussen de sociale en de particuliere woningbouw. En ook hiervan zult u begrijpen dat we die vraag stellen in het kader van de vermindering van de wachtlijsten. Om wachtlijsten te verminderen is een belangrijk punt altijd de doorstroming. Het is belangrijk dat mensen die zeg maar onnodig een sociale woning bezet houden, dat die vertrekken naar bijvoorbeeld een eigen koophuis. Dus wij zijn heel benieuwd om van het college te horen of zij ook van plan zijn om die doorstroming te stimuleren, bijvoorbeeld in flankerend beleid. Het tweede is dat we hier in de Raad recent nog hebben gesproken over de innovatie in de woningbouw. Bijvoorbeeld om meer experimenten mogelijk te maken op het gebied van tijdelijke woningen voor statushouders. Maar ook over nieuwe woonvormen en over particulier en collectief opdrachtgeverschap. We vinden het heel jammer dat we in dit plan daar eigenlijk niet zoveel van terugzien. Want nu gaan we groot investeren in veel geld, veel woningen. En het zou zo mooi zijn als het ons zou lukken om daar meteen al mee te beginnen met wat meer experimenteren en wat meer innovatie. Dus we zouden heel graag zien dat in dit plan daar meer expliciete ruimte voor wordt gemaakt. En we horen ook heel graag van onze collega's in de Raad, die tenslotte de vorige motie ook hebben ondersteund, of die daar ook zo over denken. En in dat kader willen we ook maar meteen een voorstel doen. Want wat we jammer vinden is dat in deze voorstellen, het gaat eigenlijk, als je de kaart bekijkt, over twee stukken grond met in het midden een stuk waar eigenlijk helemaal niks gebeurt. Dat vinden we jammer, zowel voor het landschap, maar het is ook niet zo efficiënt natuurlijk, zo'n heel groot stuk niks in het midden. Dus we kunnen ons eigenlijk wel voorstellen dat dat stuk nou bij uitstek geschikt zou zijn om die tijdelijke experimenten maar eens op los te laten. Want als we de voorstellen lezen, dan gaat het nog een hele tijd duren voordat die fase 3 wordt ontwikkeld. Dus nou, waarom zou je daar niet 5 of 10 jaar iets proberen te doen met tijdelijke woningen? En tot slot, en dat is wel een serieuze zorg die we hebben, we begrijpen uiteraard de samenwerking met Rotai, want zij zijn tenslotte eigenaar van hele grote stukken grond in die gebieden. Maar we voelen ons er wel wat ongemakkelijk bij. En vooral bij het feit dat je dan van één grote particuliere partij toch wel heel erg afhankelijk wordt. Je gaat als gemeente een beetje bank spelen, hè, door de gelden te beheren. En je gaat vervolgens ook nog projectontwikkelaar zijn. En het is in het verleden natuurlijk al eerder voorgekomen dat projectontwikkelaars in dit soort projecten het lieten afweten om verschillende redenen. Ze gingen voor iets, om er eens maar iets te noemen, daar kunnen ze dan zelf misschien niet zoveel aan doen. Maar we hebben ook te maken gehad met ontwikkelaars die gewoon de gronden die ze zouden ontwikkelen uiteindelijk toch maar niet gingen ontwikkelen. En dat is voor de gemeente natuurlijk een probleem met het bezet houden van plancapaciteit. Ik vind dat ik al aardig in het jargon zit tussen twee haakjes.
Dus wij zijn eigenlijk benieuwd naar de opvattingen of wat meer uitleg van het college over wat ze hebben gedaan om in deze overeenkomst voldoende garanties op in te bouwen om de risico's voor de gemeente op deze terreinen zo klein mogelijk of in ieder geval te maken of als het even kan helemaal op te heffen. Dat waren even voorlopig onze vragen. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik naar de heer Botter van Op Koers nu. Dank u wel, voorzitter. De fractie van Op Koers heeft vorige week donderdag vergaderd ten huize van de firma Kelder in Radewijk. En tijdens die bijeenkomst zijn een tweetal ambtenaren langs geweest. En die hebben ons uitgebreid bijgepraat ten aanzien van het aantal van 20 tellende stukken die eronder liggen. Gepaste dank aan die ambtenaren vanaf deze plaats. Er is ons veel duidelijk geworden tijdens die sessie. Een politicus mag nooit liegen. We hebben in de voorgaande sessies zijn ons een aantal dingen compleet onduidelijk gebleken. Kan aan ons gelegen hebben, kan ook aan de uitleg geweest zijn, kan er ook ergens tussenin liggen. Maar de taal van de twee ambtenaren was volstrekt helder en duidelijk. Nogmaals, dank in die richting van die twee personen. Voorzitter. Er liggen een tweetal vragen van Op Koers ten grondslag aan dit stuk. En de eerste vraag die wij hebben is dat wij vanmorgen op Funda hebben gekeken. Dat er in Hardenberg momenteel 236 woningen te koop staan. En er staan er 17 momenteel te huur. Dat was de stand van vanmorgen. Het tijdstip niet meer precies, maar in ieder geval die orde van grootte. Wij zouden graag een korte reactie van het college willen hebben ten aanzien van het plan tegen de achtergrond van deze ontwikkeling. En er ligt een fikse opgave voor het college, niet alleen voor het college, ook voor Rotij. En wij zijn nieuwsgierig naar een reactie tegen de achtergrond van het te koop staande aantal panden in Hardenberg. De volgende vraag die we hebben is, de PvdA heeft daar ook bij monden van mevrouw Luiten aan gerefereerd. Dat is het zogenaamde pauzelandschap wat aan het ontstaan is in het midden van de vlekken die worden gecreëerd. Wij waren nieuwsgierig in hoeverre plaatselijk belang Marslanden is aangeleid ten aanzien van die strook waar op dit moment niks mee gebeurt. En ook wel benieuwd naar de reactie vanuit die hoek. Tot zover in eerste instantie de vragen van Op Koers. Dank u wel, voorzitter. Mevrouw de voorzitter. Dank u wel. Meneer Broeksma. Mag ik de heer Botter een vraag stellen? Dat mag. Vindt u die 267 huizen die te koop staan, vindt u dat veel of vindt u dat juist weinig? Dat is bij mij niet helemaal duidelijk uit dit verhaal. Nee, voorzitter, het is niet de bedoeling om daar een waardeoordeel aan te koppelen. Het gaat om de feiten. Momenteel staan er echt 200, ik heb het aantal genoemd, huizen te koop. Het is een behoorlijk aantal, zo komt het ons voor. En vandaar de reactie die wij vragen aan het college. Tegen de achtergrond van de plannen die momenteel voorliggen. Maar als ik bij een garagebedrijf kom, er staan 50 auto's. Dan zeg ik, je hebt veel auto's. Dus ik heb er veel te weinig, want ik moet voorraad hebben. Omdat mensen ook moeten kiezen. Dus de vraag is 267 veel of weinig? En dat had ik wel graag willen horen. Of niet? Het komt ons voor dat het aantal niet gering is, voorzitter. En nogmaals, tegen die achtergrond zouden we graag aan het college die vragen willen stellen. En ik denk dat het college hier het antwoord op gaat geven. Wij verdenken de wethouder ervan dat hij de vraag op de juiste waarde weet te schatten. Dank u wel. Ik ga door naar de heer Rodemond van D66. Voorzitter, dank u wel. Ik onderstreep het enthousiasme van de PvdA wat betreft de komst van meer woningen in deze gemeente. Echter, ook wij hebben vragen zoals dat inderdaad gaat in dit leven. Ten eerste dat er een visie van de provincie Overijssel is wat, met betrekking tot meer duurzaam bouwen. Dat wil zeggen gebaseerd op een actuele vraag waar dit plan is geënt op een verwachting van het stijgen van het aantal huishoudens in de gemeente. Nu is mijn vraag of dit plan ook bijgesteld wordt ten aanzien van de actualiteit als het daartoe noopt. En daarmee ook gelijk de vraag, zijn de fases die zijn aangeduid, fase 1, 2 en 3, ook hard geknipt, zodat er ook steeds daartussendoor besluitvorming plaats kan vinden.
Het totale plan is een plan dat veel woningen bevat. En als je het voorstel leest, dan zie je toch dat de intentie is dat er 2000 woningen zouden moeten komen. Ook na de herijking van de intentie in 2011 staan die 2000 genoemd. Mijn vraag is dan ook, is dat werkelijk de intentie of is dat nog een aantal wat bijgesteld kan worden, nogmaals ten aanzien van de dan geldende actuele vraag. Vervolgens heb ik een vraag, of hebben wij een vraag met betrekking tot duurzaamheid. Wij zien in ieder geval niet in het voorstel of de onderliggende plannen terug dat er een vraag ligt richting de projectontwikkelaar, mogelijk zelfs een harde eis, om meer duurzaam te bouwen. Je zou zelfs kunnen veronderstellen bij de komst van een dergelijke woonwijk dat je de intentie hebt om zoveel mogelijk energie neutraal te gaan bouwen in een woonwijk zoals deze. Zodat je hiermee ook gelijk een voorbeeld naar de rest van de gemeente of de rest van de provincie laat zien. Is dat nog een mogelijkheid? En zo ja, hoe gaan we daar verder invulling aan geven, is mijn vraag. En vervolgens nog één vraag, en dat gaat over de rol van de gemeente als actieve aanbieder van woningen. Niet alleen ben je dus projectontwikkelaar en financierder, maar je gaat ook echt de markt op. En bijt dat niet met de intentie van deze gemeente om zichzelf niet in een markt te begeven, maar meer als facilitator op te treden? Tot zover mijn vraag voor deze eerste ronde. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Gelling van de VVD. Voorzitter, dank u wel. Wat mijn eerste vraag betreft sluit ik even snel aan bij de vorige spreker van D66. De marktpositie, en heel klein kort vraagje was even wat nou precies de toegevoegde waarde is van het woonteam, waar als ik goed heb 3000 euro per transactie naartoe gaat, afgezet tegen gewoon een makelaar die dat ook zou kunnen. En ik zeg niet beter of anders, maar wellicht toch goedkoper, zodat in ieder geval niet voor uw verantwoordelijkheid zou vallen. Dat een aansluiting daarop. En verder, voorzitter, zit ik eigenlijk met een praktisch probleempje, want wij wilden ons eigenlijk beperken tot de financiële consequenties van dit verhaal, afgezet ten opzichte van de begroting die op 10 november is aangenomen. Maar de VVD-fractie namelijk, en het wordt wel eens anders uitgelegd, maar de houdbaarheid van dit college heel duidelijk heeft gekoppeld aan de houdbaarheid van de schuldquote. En u ziet hierin dat de schuldquote nog net gehaald wordt met het financieringsvoorstel zoals het hier ligt. En dan wil ik die vraag stellen aan wethouder Jansen, maar die is er niet. En het gevaar is denk ik aanwezig dat meneer Prinsen dan de vragen gaat beantwoorden. Die wilde ik nou net niet hier achter het spreekgestoel te hebben. Want meneer Prinsen, zijn optimisme en zijn ambities zijn ons bekend. En die zijn wellicht ter beoordeling aan de wethouder Financiën deze keer interessanter dan dat meneer Prinsen daar zelf van vindt. Dus voorzitter, wat denkt u? Als ik die vragen ga stellen over Financiën, krijg ik dan meneer Prinsen of krijg ik iemand anders? En mocht het eerst het geval zijn, dan besluit ik hierbij mijn relaas. En zou ik u bij voorbaat willen verzoeken om dit onderwerp dan maar als bespreekstuk aan te houden. Dat was even ter zake hiervan. Gaat meneer Doggen nu antwoorden op de vraag die ik u stel? Dat zou ik zeker niet toestaan. Dus, Nee, voorzitter, het is absoluut niet mijn bedoeling om vragen aan het college te beantwoorden. Maar ik heb een vraag bij de motivatie van de heer Gelling. Wie zijn vraag moet beantwoorden? Volgens mij is het hier zo dat wij een college hebben dat met één mond spreekt. En uit welke mond dan het antwoord van het college komt, is volgens mij niet zo heel relevant. Dus ik vind het een beetje een rare opmerking van de heer Gelling dat hij geen antwoord wenst van wethouder Prins, maar wel van wethouder Jansen die aanwezig is. Ik vind dat niet pas in de orde die we ook hebben vastgesteld. Uw interruptie is eerder dan de mijne, want mijn reactie naar de heer Gelling zou zijn geweest: het college beantwoordt. Dus de heer Gelling kan kiezen om de vraag aan te houden en stuk als bespreekstuk voor de raadsvergadering. Ja, mevrouw de voorzitter, die keuze had meneer Gelling al gemaakt. En ik dank meneer Dogger voor zijn mening daaromtrent, maar ben zo vrij om die maar even te laten bij meneer Dogger. Als u mij toestaat om dan af te ronden, wil ik mij nog even richten tot de Partij van de Arbeid, die, als ik het goed heb begrepen, vroeg wat wij zouden vinden van tijdelijke experimenten op het tussenstuk. Nou, voorzitter, daar zijn wij natuurlijk een groot voorstander van, mits die wat geconcretiseerd zouden worden. Want tijdelijke experimenten moeten natuurlijk niet leiden tot chaos of wanorde op het tussenstuk. Maar mits dat ordentelijk verloopt,
hebben wij dan natuurlijk, kijken wij uit naar de voorstellen die daarbij gaan plaatsvinden. Dank u wel. Voorzitter. Meneer Gelling, mevrouw de voorzitter, mag ik nog even reageren? Ja, omdat meneer Gelling u aanspreekt, krijgt u eerst het woord. Dank u wel. Want we zijn heel blij met uw steun, meneer Gelling, maar wel jammer dat het geen chaos mag worden, want dat is wel altijd heel gezellig, maar dat maakt niet uit. Meneer Rodermond, u wilde ook nog reageren. Voorzitter, dank u wel en ook dank aan de heer Gelling voor de scherpte die hij betracht, die ik even niet had. Inderdaad had de BvdA een vraag gesteld aan ons als raad. Innovatie voor en dus tijdelijke experimenten op het terrein wat voorlopig waarschijnlijk helemaal niet bebouwd gaat worden, kan ik alleen maar toejuichen. Dus ik ga daarin mee. Waarvan akte? Mevrouw Hof van de ChristenUnie. Dank u wel, voorzitter. Ik zal beginnen met waar mevrouw Luijten het zojuist over had. Wij zijn wel benieuwd naar een wat concretere invulling daarover. Maar op zich staan wij nu niet afwijzend tegenover het idee, dus we zien graag de voorstellen verschijnen. In de concept samenwerkingsovereenkomst staan onder paragraaf 4.4 dat de stuurgroep een aantal taken en bevoegdheden heeft. Waaronder punt C, dat één keer per jaar herijken van de grondexploitatie. Nu is herijking van de grondexploitatie een raadsding. En ik zou graag van de wethouder even horen hoe die dat precies bedoelt. Het komt ook terug namelijk in het hoofdlijnenakkoord, paragraaf 6.1, 6.2 en 6.3. Dus als je het naast elkaar legt, dan is het misschien wel weer een compleet plaatje, maar ik had het toch graag even uitgelegd gekregen. Op pagina 7 van de samenwerkingsovereenkomst wordt opgemerkt dat de uitzetting van de financieringsportefeuille binnen de perken kan blijven. Onder andere door een scherpe kaststroomsturing aan zowel inkomsten als uitgavenkant. Is het mogelijk dat de raad hierover periodiek wordt geïnformeerd? En dan bedoel ik eigenlijk wel aanvullend aan bijvoorbeeld bestuursrapportages. Want als het aan een van beide of aan beide kanten uit de pas gaat lopen, worden we geconfronteerd met budgetoverschrijdingen, dan wel minder inkomsten. En dat kunnen we beter zo vroeg mogelijk in het proces met elkaar weten en onderkennen dan achteraf. Bij bijvoorbeeld presentatie van jaarcijfers. De risico's zijn wat ons betreft wat mager omschreven. Op pagina 6 van het raadsvoorstel staat dat de gebruikelijke risico's bij grondexploitaties aan de orde zijn. En in paragraaf 7.2 van de toelichting op de hoofdgrondexploitatie staan er 5 genoemd die niet worden uitgewerkt. Wij begrepen van de wethouder dat dat volgt bij het ontwerpbestemmingsplan, maar wij vinden dat toch wat laat. Omdat er dan al een besluitvorming ligt over dit onderwerp nu. Het totale plan Marslanden 2 behelst een investering van 45 miljoen. En we nemen wel aan dat er al over risico's is nagedacht. Dus wij zouden graag van de wethouder horen of die daar al wat meer over kan vertellen. Dank u wel. Dank u wel. Dan ga ik nu naar de heer Dogger van het CDA. Voorzitter, dank u wel. Met dit raadsvoorstel wordt, het is hier ook al eerder gezegd, een grote stap gezet naar de verdere ontwikkeling van de Marslanden. En voor de woningbouw komen er eindelijk weer gemeentelijke kavels beschikbaar om uit te geven. Dat is jaren niet zo geweest. Als CDA-fractie zijn we dan ook blij met dit voorstel en zien met belangstelling uit naar het uitwerken van de afspraken en het hopelijk snel komende bestemmingsplan. Dat brengt mij bij de eerste vraag. Kan het college aangeven wanneer het bestemmingsplan Marshoogte en Cirkel en het bestemmingsplan Havenzaten S naar verwachting naar de raad komen? En hoe de tijdplanning is, zeg maar, tot aan de verwachte eerste uitgifte van kavels? Het plan is een heel omvangrijk plan. Zowel in aantal woningen als ook in doorlooptijd als ook in geld. En daarmee een plan dat ook risico's met zich meebrengt, dat is hier ook genoemd. Tijdens het 2 weken teruggehouden technisch beraad is door de raad ook gevraagd naar slecht weerscenario's. En tot op heden zijn die niet ontvangen. Vraag is dan ook van wanneer kan de raad deze tegemoet zien? Even correctie. Oh, dan heb ik dat gemist. Heeft gestaan in de informatieve informatieplicht of is apart gemaild, maar ja, er is een voorzitter, notitie over geweest. Ze zaten ook wel een beetje verstopt tussen een ander onderwerp van Sint-Michels nog iets. Dus het is van de week gemaild. Ik dank de raadsleden voor deze tip en ik zal er zo snel mogelijk naar kijken. Het plan, hoe omvangrijk ook, staat echter niet op zichzelf, maar het is verbonden met allerlei andere beleidsstukken en kaders. Ik noem bijvoorbeeld de GREX, de nota grondbedrijf en het woningbouwprogramma. In het plan Marslanden 2 zijn de goedkope rijwoningen, zo hebben wij uit de technische vragen die we hebben gesteld begrepen, de sociale koopwoningen, zoals die in de GREX benoemd zijn. Voor sociale koopwoningen
is de grondprijs afhankelijk van de stichtingskosten voor de woning. Zo hebben wij in de GREKS vastgesteld. Voor woningen tot 150.000 euro is dat 125 euro per vierkante meter. En voor woningen vanaf 150.000 euro is dat 150 euro de vierkante meter. In de voorliggende plannen, deze plannen dus, voor de cirkel- en marshoogte, wordt echter voor dit type woningen een vierkante meterprijs aangehouden van 162 tot 177 euro per vierkante meter. Dat is fors hoger. En de vraag dringt zich dan ook op, en een beetje sluit ik ook aan met de eerste vraag die ook door de Partij van de Arbeid is gesteld, of met deze grondprijzen de toegankelijkheid tot sociale koopwoningen voor velen niet onmogelijk wordt gemaakt. Daar komt nog bij dat in de crisisupdate het volgende opgetekend kan worden. In de ontwikkeling van de woningmarkt zien wij, en dat is dan het college, dat er met name vraag is naar woningen tot 200.000 euro. Dus ook aan de onderkant van de woningmarkt. En als je de plannen die hier nu voor liggen bekijkt, dan lijkt dat toch wel aardig te schuiven naar woningen naar het hoger en duurdere segment. Graag dan ook een toelichting van het college op de grondprijs in relatie tot de ons genoemde uitgangspunten in de GREKS en de crisisupdate. In het stuk lezen we: het woningbouwprogramma past binnen de hoeveelheid woningen die nodig zijn op basis van prognoses. Maar in de nota grondbedrijf wordt aangegeven dat de nieuwbouw vraaggestuurd moet zijn. Tevens dient er aandacht te zijn voor jongeren, senioren en mensen die niet zelf voor een woning kunnen zorgen. In hoeverre wordt met het geschetste programma in de cirkel en de mashoogte mogelijk gemaakt dat ook die doelgroepen, jongeren, senioren, mensen die niet zelf voor een woning kunnen zorgen, maar ook eventueel gehandicapten, dat daar ook mogelijkheden zijn om straks in de Maaslanden ook te gaan wonen? Ik noemde net de nota grondbedrijf. En dan kom ik ook tot een punt wat in eerste instantie door de Partij van de Arbeid is aangeroerd. In die nota grondbedrijf lezen we dat het ongebruikte bouwgronden mogelijk ingezet kunnen worden voor tijdelijke bebouwing voor jongerenhuisvesting. In Maaslanden 2 liggen veel, dat is hier gezegd, veel ongebruikte bouwgronden. En de vraag die van onze kant dan op dit punt ook gesteld wordt is: heeft het college bij het opstellen van de plannen voor Maaslanden 2 deze paragraaf uit de nota grondbedrijf ook op haar netvlies gehad? En zo ja, hoe is dat? Is die van het netvlies, verdwenen in de stukken? En zo nee, ziet het college dus ook mogelijkheden in deze? Voorzitter, een groter plan, hoe groter het plan, hoe meer buren je ook hebt. Maar ook hoe meer aandacht je moet hebben voor een goede infrastructuur. Daarom nog 3 min of meer wat technische vragen van de kant van het CDA. In hoeverre zijn de plannen, en dan denken we met name... Meneer Dogger, wij hebben de goede gewoonte hier om met name, als u zelf al erkent dat het technische vragen zijn, dat die dan op een andere manier gesteld worden dan in een oriënterende ronde. Ja, voorzitter, u heeft al 6 vragen gesteld, dus misschien kunt u ze... Nou, ik heb nog 3 feitelijke vragen, laat ik het mijzelf corrigeren. U kondigt het zelf aan, hè? Ja, het zijn feitelijke vragen. Mocht ik daar anders over oordelen, dan zal ik weer ingaan. Dan mag u ze schrappen. Oké. In hoeverre zijn de plannen, en dan denken we met name aan Havezate S, al actief besproken met de inwoners van Kollendoorn? En op welke wijze gaat het college de communicatie rond dit plan met de buren ook oppakken? Immers, actief en uitvoerig informeren en betrekken kan veel problemen voorkomen en daarmee bijdragen aan de zo gewenste snelle realisatie van dit plan. En de tweede vraag, in hoeverre raken deze plannen van Maaslanden 2 ook bedrijven, en dan met name de agrarische bedrijven, in hun bedrijfsvoering en mogelijk ontwikkelingsmogelijkheden? En de laatste feitelijke vraag, voorzitter, hoe is de ontsluiting van Maaslanden 2 geregeld? Tijdens de bouwfase, maar ook definitief, kan ingegaan worden op de samenhang met de kruising N34 Kellerlaan. Tot zover. Dank u wel voor uw inbreng, meneer Dogger. Ik zag dat de heer Rodemond nog een vraag had, een opmerking. Een aanvullende vraag. Ik werd een beetje getriggerd door de heer Dogger, maar hij gaat eigenlijk over dat stuk wat mogelijk braak komt te liggen te midden van Maaslanden 2. En dan gaat het over de grondpositie in deze. Is die grond niet al reeds afgewaardeerd? En als dat het geval is, zijn er dan nog überhaupt wel mogelijkheden om de innovaties waar wij op zich hartstochtelijk voor zijn, wel door te laten gaan? Dat is even nog mogelijk, iets wat technische vraag. Excuses dan daarvoor, maar
Goed, ik wou hem eventjes laten meenemen. Oké, ik dank u voor uw vragen. Ik kijk naar de wethouder. Ik geef het woord aan Douwe Prinsen. Voorzitter, dank u wel. Ja, Marslanden, er zijn nog wat vragen overgebleven. En met name over de verdere invulling van de wijk. Dat is toch wel een thema die bij iedereen als rode draad er een beetje doorheen loopt. De verhouding die wij voor ogen hebben, dat is sociale huur 20% en sociale koop ook 20%. Dat zijn verhoudingsgetallen die we op basis van zeg maar, gegevens uit het verleden zo hebben vastgesteld. Ja, als je over de verdere invulling praat, waar we nu mee bezig zijn, dat is te komen tot die overeenkomst. Maar de verdere invulling, hoe je dingen gaat doen, of dat CPO is, of dat PO is, ja, dat vergt nog wel enige aandacht. Sowieso zitten vanuit de gemeente, zit daar particulier opdrachtgevers. Meneer de wethouder, er luisteren mensen mee en niet iedereen is helemaal op de hoogte, dus de afkortingen... Ja, PO, particulier opdrachtgeverschap, even duiden. De helft van de kavels komt naar de gemeente en een deel daarvan stoten wij door naar de corporatie. Daar hebben we afspraken over gemaakt met de corporatie. Dat gaan we maken, maar de hoofdlijnenafspraken is al gemaakt. De kavels die daarna overblijven, daar kunnen mensen op intekenen en gaan zelf de woning bouwen. Passend binnen beeldkwaliteit die hun lief is, die hun het... mogelijk hoogste woongenot geeft. Dus dat is een stukje particulier opdrachtgeverschap. Zijn er daarnaast groepen van mensen die gezamenlijk iets willen? Ja, die zeggen van nou, wij willen gezamenlijk en wat ook in Brugterveld is gebeurd. Dan zijn daar ook de mogelijkheden voor. In het verleden was het nog zo dat ze bij de provincie wat subsidie konden krijgen voor CPO-activiteiten. Met name aan de voorkant dat ze een architect die voor hun de zaak uit ging werken, dat ze die voor een deel konden financieren. Maar zover zijn wij op dit moment nog niet. Maar alle variaties die je zou kunnen bedenken, in ieder geval over onze eigen gronden, ja, die zouden we in kunnen zetten, mits daar behoefte aan is vanuit de samenleving. Ja, Roodwij zit er natuurlijk anders in. Die is eigenaar, projectontwikkelaar en bouwer. Die zal veel meer op een wat ander niveau naar klanten kijken. Maar ook die hebben wel geleerd dat ze heel goed naar die klanten moeten luisteren. Ja, om aan hun verkoop te komen. Maar die doen het anders dan wij. Ik bedoel, er is geen zelfrealisatie. En onze kavels kunnen gewoon middels zelfrealisatie worden ingevuld. De doorstroming... Op de woningmarkt, dat is best een hele lastige, want je hebt daar toch wel wat verschillende facetten in. Doorstromen van een kleinere huurwoning naar een grotere, doorstromen van een huurwoning naar een sociale koopwoning, doorstromen in de koopwoningenmarkt, dat zijn al verschillende facetten. En wij hebben niet overal invloed op, maar goed, samen met de corporatie proberen we wel vanuit... De sociale huurwoningen wel die doorstroming te creëren. Dat is voor een deel is dat ook altijd geweest. Door woningen te kopen aan te bieden. Ja, dat zorgt ook voor een bepaalde doorstroom. Alleen hebben we op dit moment, gegeven de aantallen woonurgenten die op onze gemeente afkomen, hebben we toch afgesproken dat de corporaties dat voorlopig even tot een minimum beperken. Om zo voldoende voorraad te houden, om ook de woonurgenten, om die aan een woning te kunnen helpen, zoveel mogelijk. Innovatie in de woningbouw en duurzaamheid en dat ook nog weer in relatie tot Roodwij. Kijk, alle woningen moeten voldoen aan het bouwbesluit. Dat is al hartstikke duurzaam en de normen, de RC-normen, die nemen alleen maar toe. En wat je ziet is, ik heb daar een poosje geleden nog met een portefeuillehouder uit een andere gemeente over gesproken. Die hadden een gasloze wijk, hebben die. Ja, en dat moet dus met warmte-koude opslag enzovoort. En wat je ziet, is dat er een hele categorie mensen... niet meer in aanmerking komen om daar een woning te gaan bouwen. Omdat het toch 20.000 of 30.000 euro duurder is in totaal. Je hebt een categorie jongeren die zeggen van nou, overdag werken we allebei. Het energieverbruik in al een woning met een hoge RC-waarde, ja, dat is minimaal. En die investering verdienen we niet terug. En we kunnen hem in de basis al niet eens financieren. Dus om dat nu zo strikt voor te schrijven, idealiter zou we het willen, hè, zeggen we maak het nou maar op die wijze, zie je dus... dat je daarmee toch wel een aardige drempel oproept. Maar dat wij aanvullende acties moeten doen
En daar hebben we binnen het college, collega De Vent en ik hebben het er ook wel over. Hoe kunnen we nou die duurzaamheid ook in die bouwfase, maar ook het levensloopbestendig, hoe kunnen we dat zo goed mogelijk promoten? Hoe kunnen we daar zo voldoende mogelijk informatie aan verschaffen? Maar waar we niet voor staan is om aan de voorkant nu nul op de meterwoning enzovoort, om dat nu ook voor te schrijven op die wijze. Ook uit ervaring van een andere gemeente. De heer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. Vraag eventjes aan de portefeuillehouder in deze, gericht op het laatste antwoord. Er zijn, lijkt mij, ook wel financieringsmogelijkheden te over om duurzaam te gaan bouwen en mogelijk mede te financieren, et cetera. Zeker als je bekijkt dat bij het volledige uitvoeren van dit plan er ook nog eens keer voldoende winsten worden gemaakt mogelijk. Om van daaruit nog eens keer wat proberen te doen of iets met leningen te gaan doen, et cetera. Zodat je dat energie-neutraal bouwen wel zo aantrekkelijk mogelijk maakt. Ja. Mede gezien ook de doelstellingen die deze gemeente zelf zich heeft opgelegd om ergens in 2020 toch die 14% te gaan halen. Wat ons nog niet eens ver genoeg gaat wat dat betreft. Maar goed, is het college in ieder geval bereid om daar eens een keer kritisch naar te gaan kijken wat betreft in ieder geval de eigen woning. Kijk, dat Rota haar eigen keuzes maakt, dat snap ik ergens ook nog wel weer. Maar goed, het zou mooi zijn om dat in gezamenlijkheid eens een keer op te pakken. Dank u wel. Ik kan een heel eind met je meegaan, met de fractie van D66 meegaan, excuses. Maar ik zou hem uit de exploitatie van dit plan willen halen. We hebben hier een duurzaamheidsprogramma in deze gemeente. Er zijn duurzaamheidsprogramma's in samenwerking met de provincie. En daar zouden we misschien heel goed kunnen kijken of we daar, misschien in de vorm van een pilot of wat dan maar, dat we hem daaronder zouden kunnen hangen. We hebben de afgelopen jaren hebben we natuurlijk ook het nodige gedaan, ook al bij de bestaande woningen. Bij nieuwe woningen gebeurt het nodige. Maar ik zou hem uit deze exploitatie willen halen. Want je zegt van ja, er worden winsten geprognosticeerd. Nou, en we hebben toch geleerd en we hebben dat gelukkig tot nu toe nooit gedaan. We hebben alleen de feitelijke winsten hebben we gepakt. En op voorhand de verwachte winsten alweer in te zetten, dat vind ik toch wel wat risicovol als we het over risico's hebben. En dan kijk ik ook even in de richting van de ChristenUnie. Dus ik zou hem uit deze exploitatie willen houden. Maar uw boodschap is helder. Ja, probeer zo goed mogelijk duurzaamheid in deze projecten te implementeren. En als wij die 14% willen halen, zullen we zeker wat daarin moeten doen. Dus uw opmerking is helder en misschien is goed dat we daar in een latere fase, als we het bestemmingsplan vast gaan stellen, zo rond oktober, november, ja, dat we dan nog eens even kijken van welke acties kunnen we daar separaat aan koppelen om die duurzaamheid nog veel beter onder de aandacht te krijgen bij mensen die daar gaan bouwen. Ja, wat is het risico met om samen met een projectontwikkelaar dit te gaan doen? Ja, ik kan ook niet helemaal in de toekomst kijken van zitten daar faillissementen aan te komen of wat ook maar. We hebben zoveel mogelijk, hebben we de risico's die je tegenkomt en die kom je tegen, hebben we zoveel mogelijk ook willen beperken door afnameplicht tot een bepaald deel, door ook garanties te vragen. En daarnaast voor ons eigen deel, wij zullen de kavels gewoon uitnemen. En we hebben de afspraken met de corporatie dat die van onze hoeveelheid, 40% van onze kavels, die worden afgenomen door de corporatie. We willen het nog wel ietsje scherper hebben, we zouden het nog wel iets beter op tijd willen zetten. Maar goed, daar is de corporatie nog even op aan het studeren. Maar nogmaals, tegen aan het onmogelijke kun je ons moeilijk houden. Maar we hebben wel afgesproken dat die verplichting er is, dat er bankgaranties zijn, dat er eerste hypotheekrechten zijn gevestigd. Dus daar proberen we zoveel mogelijk de risico's in op te pakken. Ja, en dan de tijdelijke experimenten. Als bestuur van deze gemeente hebben we afgesproken met de beide corporaties. Voor wat betreft woonurgenten hebben we gezegd, huurwoningen op dit moment proberen niet meer te verkopen. Dus verkoop tot een minimum te beperken, dat is één. Plannen die op stapel staan, versnellen. Een voorbeeld daarvan is dat de Veste binnenkort extra 13 kavels uitneemt in Brandsveen om daar huurwoningen te maken, om daar ook de trek vanuit andere huurwoningen naartoe te krijgen, maar ook een deel statushouders en andere woonurgenten te krijgen. En de derde afspraak die we hebben gemaakt is, laten we kijken of we gezamenlijk tijdelijke huisvesting kunnen gaan maken voor woonurgenten. En dan niet geconcentreerd op één plek, maar verspreid door de gemeente. Ja?
En de corporaties zijn op zoek naar plekken van hunzelf, waar dat zou kunnen. En wij zijn ook op zoek om te kijken welke plekken hebben wij, die bijvoorbeeld de komende jaren niet bebouwd gaan worden. Ja? En dan denken we aan de 6, 8 à 10 grootste kernen waar dat zou kunnen. Ja, en die opgave hebben we onszelf gegeven. En door ziekte is afgelopen week een afspraak die collega De Vent en ondergetekend hadden met partijen, is niet doorgegaan. En we hopen dat het zo snel mogelijk opgepakt kan worden, zodat we, ergens dit jaar zou heel mooi zijn, dat we kwalitatief hoogwaardige tijdelijke huisvesting gaan realiseren voor woonurgenten. En of Marslanden 2 daar onderdeel van uitmaakt, dat zullen we moeten onderzoeken, want die moet ook wel even rekenschap geven. Het is een heel groot gebied. En als je daar een serie woningen bouwt, zul je ook infrastructuur en alles aan moeten leggen. En dan kom je weer bij kaststromen enzovoort terecht. Daar zullen we naar moeten kijken. Maar ik zeg u wel toe dat het misschien wel heel goed is om, en dat gaat niet binnen een paar maanden gebeuren, hoor. Daar hebben we gewoon ook tijd voor nodig, om nog eens in een wat verder perspectief te kijken naar, stel nou dat we die 1000 woningen in fase 1 en 2 hebben gebouwd. Stel dat de havenstad wat zijn eigen woonomgeving, zijn eigen woonmilieu creëert. Hoe gaan we dan met dat middengebied om? Blijft dat een agrarisch gebied? Of hebben we binnen de kaders van wat financierbaar en betaalbaar is, of hebben we daar andere ideeën over? Daar zouden we denk ik gezamenlijk best eens met elkaar over kunnen hebben. En misschien rolt er ook wel uit dat we wel een deeltje aangrenzend aan het huidige woongebied iets kunnen met tijdelijke huisvesting. Maar dat heb ik op dit moment niet scherp. Mevrouw de voorzitter, heb ik dan de portefeuillehouder goed begrepen dat hij hierbij toezegt dat u gaat onderzoeken of het zou kunnen? Of het daar zou kunnen? Ja? Ik vlieg hem iets anders aan. Er is op dit moment een onderzoek van waar zouden we tijdelijke huisvesting kunnen doen. Niet geconcentreerd op één plek, maar verspreid door de gemeente in de wat grotere kernen waar ook wat voorzieningen zijn. Ja, en ik zal ook deze plek daarin meenemen. Ja? Dus dat gaat vanuit de andere kant. Ja? En wanneer denkt u dat onderzoek ongeveer te kunnen presenteren aan deze raad? We hadden een hele optimistische planning, maar door ziekte is dat tegen. We wilden de business case, 1 februari wilden we die eigenlijk klaar hebben. Maar door ziekte gaat het absoluut niet lukken. Dus als we de business case rond 1 maart klaar hebben, ondertussen zijn mensen al naar zoekgebieden aan het kijken, dan zouden we ergens in april, mei, zouden we misschien naar buiten kunnen, ja, om te zeggen van dit zijn wat ons betreft de zoekgebieden. En we hebben ook het liefst die gebieden die obstakelvrij zijn of bijna obstakelvrij. Waar dus bijvoorbeeld een bestemmingsplan ligt, of waar een bestemmingsplan ligt, maar die nog de nadere uitwerking behoeft, zoals we dat dan noemen. Ja? En dat is voldoende, mevrouw Ruiter. Dank u wel. We gaan nog even voorzitter. Even op dit punt doorgaand. Ik had nog een nawee op deze vraag, maar mogelijk heeft u hem al impliciet beantwoord. De agrarische bestemming dus die op dat stukje ligt, hoor ik u zeggen. Is dat een van de obstakels waardoor we mogelijk niet tot die experimenten op dat gebied komen? Nee hoor, ik bedoel absoluut niet. Dat we het juist afgewaardeerd hebben, wordt het misschien wel wat makkelijker van. Ja, als het op 5 euro is afgewaardeerd, of er zit een boekwaarde op van 20 euro met 5 euro, is het een stuk makkelijker om de exploitatie sluit te krijgen, de business case rond te krijgen. En bestemming, daar zou nu om die te veranderen. Ja. Mits het maar niet de agrarische sector op slot zet, want dat is ook een uitgangspunt wat uw raad altijd heeft gedeeld. De dank die hoef ik niet over te brengen, want de mensen zitten hier zelf even als reactie op datgene wat op koers inbrengt. En is 236 woningen in Hardenberg, is dat veel? Voor wat betreft de koop staan van woningen. Ja, alles is relatief. Ik vind van niet. Want er zijn er veel meer geweest. En waarom leed ik dat ook voor een deel aan? Als ik kijk, ik heb van de NVM heb ik de verkoopcijfers gezien die vorig jaar in onze gemeente zijn gerealiseerd. En dat is gestegen van 330 naar 431. Daarmee zaten we op een groei van 25 tot 30 of 35% zelfs. En daarmee zaten we redelijk in de kopgroep daar waar het Overijssel betrof. Voor wat betreft de verkoop. Op andere punten, de gemiddelde verkoopprijs en zo, die is wel iets minder gestegen dan in andere regio's. Dus er is vorig jaar, en makelaars bevestigen het ook, is er goed verkocht. Dus als je ik kan het niet onderbouwen nog met getallen nu, maar stel nu dat de helft in Hardenberg is geweest, dan is er dus beweging geweest met 200 woningen of meer. Als je dat zet ten opzichte van 236, dan zeg je die verhouding is niet verkeerd. Alleen er zitten woningen in de markt die niet goed in de markt liggen. Er zijn woningen die niet verkocht worden voor de prijs
Ja, waar ze nu voor worden aangeboden. En dat heeft, misschien is de woning het wel waard, alleen het publiek, de kopers hebben het er niet voor over. En dat is een lastige prop. En dat zijn met name de woningen in het hogere segment en in het duurdere segment dus. Ja, ja, ik heb volgens mij over het pauzenlandschap, zoals u dat zo mooi noemde, heb ik er al gereageerd. En ja, hoe kom je nou aan aantallen, ja, tot 2040, 3000 woningen of zo, hè? Nou, daar hanteren wij de Primos-prognoses voor en ook CBS, die ondersteunt die getallen. Wij hebben met een stuk woningverdunning hebben wij te maken. En we hebben als enige plattelandsgemeente aan de oostgrens van Nederland, zullen wij groei kennen tot 2035, 2040. We hanteren nu de Primos 2013. Primos 2015 is er geweest, maar die zaten te veel fouten in. En die was voor ons niet negatiever. Tenminste, dat wat aan ons gepresenteerd is. Mocht het nu zo zijn dat er door wat voor bewegingen ook maar opeens blijkt dat Primos andere getallen geeft, dan zijn wij wel verplicht om onze harde plancapaciteit aan te passen. Willen we niet boven die 100% wat we een poosje geleden in de presentatie hebben laten zien in het kader van ladder duurzame verstedelijking. Dus dit, wat vroeger een heel star proces waar we zeiden van, nou ja, hoe het ook zij, we blijven op die aantallen zitten, want anders kost het ons misschien wel geld of hoe ook maar, we hebben verplichtingen naar ontwikkelaars toe, heb je met die ladder duurzame verstedelijking te dealen, vooral op die momenten dat je een bestemmingsplan moet gaan herzien. Want dan moet je aangeven of je wel binnen de vraag, zeg maar, blijft. Dus dat het is van een star proces, is het een heel dynamisch proces geworden. Alleen alle andere factoren die daarbij aanhaken zijn nog redelijk star. Dat is onder andere geld. En als er een bestemmingsplan op ligt, ga je dan dat bestemmingsplan eraf halen. Ja, dat zijn we in dit land niet zo gewend geweest, maar dat is wel de nieuwe tijd. Ja, het bijstellen van naar de actualiteit, die kan per fase. Ja, na fase 1. En je zult altijd het dakpansysteem hanteren. Als fase 1 voor 3/4 is afgerond, begin je met fase 2. Zo werkt dat. Ja? Maar niet nadat je een goede analyse van de markt hebt gemaakt, van is die behoefte er wel, of moeten we nu gewoon even stoppen, of even tijd nemen. Dus dat kan na elke fase. Oké, dank u wel, voorzitter. In aanvulling daarop dan de vraag, is het denkbaar of mogelijk wenselijk dat na iedere fase we even in de raad weer gaan kijken van A, wat is de actuele vraag? En B, richt die actuele vraag zich ook op de kern Hardenberg? Of is de woonwens dan meer richting het buitengebied getrokken, om maar wat te noemen? Dus met andere woorden, kunnen wij steeds tussentijds hier het gesprek over aangaan met elkaar? Voorzitter. De fractie van D66 zou zichzelf tekort doen als ze zich buitenspel zouden plaatsen. Ja, het is hier altijd een goed gebruik geweest als je met nieuwe woningbouwplannen komt, ja, dat de politiek daar aan zet is. Ja, wat we nu doen voor de eerste fase, zullen we straks ook doen voor de tweede fase. En het lijkt me heel verstandig dat we na fase 1, de eerste 400 woningen, ja, dat we vanzelfsprekend bij u terugkomen, want dat heeft ook te maken met investeringen die we moeten gaan doen. En ja, ik mag niet op vragen van VVD antwoorden, dat maakt het wel lastig, maar goed. Daar is vast een reden voor. Maar u komt vast in beeld. Ja? Nee, u komt in beeld. Ja, 2000 woningen klinkt nu heel veel. En we hebben allemaal natuurlijk de crisis scherp op het netvlies. Maar van 2002, 2003 tot 2013, 14. Zijn er in deze gemeente ook een kleine 3000 woningen toegevoegd. Ja? Dan moet je nog wel even de sloop afhalen. Ja? Maar dat is wel gebeurd. Nu zijn het andere tijden. Ja, dat beseffen we ons terdege. Maar dat we nu zeggen van nou, volgens allerlei prognoses zou de woningbehoefte rond de 1900 à 2000 liggen. Gecorrigeerd met sloop inmiddels. Ja. Het is niet onrealistisch. Want we hebben in het verleden hebben meer gepresteerd. Dus maar de tijd zal dat leren. Goed. Het woonteam. Is het woonteam beter dan een makelaar, hoor ik zeggen. Nou, het woonteam wil zeker de rol van een makelaar niet overnemen. Want het woonteam gaat niet allerlei actes enzovoort afronden en tekenen. Maar wat we doen is elke keer maar weer een goede inventarisatie van wat is nou de behoefte in elke kern, ja, in elk gebied. En hoe brengen we de vraag en datgene wat wij bieden, hoe brengen we dat bij elkaar?
Waardoor is CPO in Brugtenveld ontstaan? Ja, dat is ontstaan doordat ons woonteam daar 's avonds tussen de geïnteresseerden in nieuwbouw, in nieuwe woningen is gaan zitten en daar een aanjagende rol in heeft gehad. Ja, we organiseren hier ook woonbeurzen waar allerlei aanbieders, maar ook partijen die al gronden verworven hebben hier zich kunnen presenteren, waar hypotheekverstrekkers, notaris en dat soort mensen. Dat wordt georganiseerd door het woonteam. En ik hoor uit de samenleving terug, uit de kernen waar ze geweest zijn, dat het op zeer hoge prijzen wordt gesteld. Want ja, je kan allerlei enquêtes houden, maar veel dichter nog bij gaan zitten, dat levert toch ons inziens meer informatie op. En daarnaast is het ook soms de persoonlijke match die je nog moet maken op kavelniveau. Dat gebeurt ook als het kavels van ons zijn. Ja? Hoe gaan we die persoonlijke wens toch honoreren? En dat is van, ja, want in het verleden hadden wij geen woonteam, want we hadden kavels en die waren we meteen kwijt. Maar dat is toch veel meer maatwerk dan in het verleden. Wat we al deden voor bedrijfskavels, doen we nu ook voor woningbouwkavels. En we bieden onze diensten in deze, omdat we in een gezamenlijk gebied zitten, ook aan Rotij aan. En daar heb je wat afspraken over kunnen lezen, zoals we die in het contract hebben opgenomen. Ja, even alle gekheid op een stokje. Ik verbaas me over de uitlading van de VVD. Want het lijkt alsof de VVD veronderstelt dat collega Jansen niet achter dit voorstel zou staan. Dat is één. En een tweede is, ja, maar dat heeft u zelf zo bepaald. De volgende keer is er een debatraad met uzelf, met elkaar en een besluitraad. Dus ik vind het jammer dat u die vraag niet stelt. Ja, die vragen die u heeft niet stelt. En ik vind het ook jammer dat u daarmee de suggestie wekt dat er verdeeldheid zou zijn in het college over dit plan. Dat is jammer, maar het is uw eigen opvatting. ChristenUnie die vraagt hoe zit het nou met die stuurgroep en wat is de rol van de raad? En dat gaat over, nou eigenlijk zou je kunnen zeggen, die vraag die wil ik ook wel koppelen aan periodiek informeren. Ja, we stellen één keer per jaar stellen we grondexploitaties vast. Ja? Eén keer per jaar krijgt u het totale overzicht van alles wat we binnen de gemeente doen aan grondexploitatie. Op deelgebied en op grond. Daar wordt u in betrokken. Uw vraag is, als de kast erom niet op orde komt en wel die investeringen doet, dan worden wij daar graag zo kort mogelijk bij betrokken. Nou, het lijkt me heel goed om periodiek, en misschien moeten we daar de eerste en tweede beerap specifiek voor deze en andere projecten die misschien wel wat risico in zich hebben, dat we die even meenemen om dan u ook te informeren over de stand van zaken. Ja, dat is fijn. Maar eigenlijk bedoel ik ook dat met periodiek niet eens zozeer een vastgestelde periode, als wel als er iets mis dreigt te gaan, of als u inderdaad erop anticipeert van dit gaat niet goed, dat u dan niet wacht tot de eerstvolgende BRAP, maar eerder komt met informatie richting raad daarover. Helder. Uw verzoek is helder en daar wil ik op ingaan. Deze toezegging wordt genoteerd. Ja, de risicoanalyse. Ook de vorige keer hebben we ook al aangegeven dat bij het ontwerpbestemmingsplan wij met die risicoanalyse zullen komen. Het grootste risico wat ons nu kan overkomen is niks doen. Dat is gewoon het grootste risico. Met een miljoen investeren gaan we geld genereren. Dat is eigenlijk het beeld wat we hebben. Dus ja, kijk, we kunnen een globaal overzicht even bij de stukken doen van, nou ja, dit zijn de risico's waar we aan zitten denken. Maar om hem nu volledig te kwantificeren, dat hebben we gedaan voor het uitblijven van de vraag voor 25% en 50%. Die getallen heeft u gekregen. Maar de onderbouwing, die hebben we ook nodig als we het bestemmingsplan erin zagen liggen. Want het onderdeel economische haalbaarheid maakt een onderdeel uit van het erin zagen liggende stukken. Dus daar zou ik toch graag op dat moment wat meer energie op in willen zetten. En alles wat we nu opschrijven blijft toch op een redelijk globaal niveau. Goed. Nou, bestemmingsplan, hoe loopt die? Oktober, november. Ja, de grondprijzen. Elk jaar stelt u als raad de grondprijzen vast. En dat is gedifferentieerd binnen onze gemeente. En ook dit najaar zullen we de grondprijzen weer vaststellen. En we hebben voor het eerst, hebben wij zelf kavels in Hardenberg. Ja? Dus wij komen dan met een voorstel naar u toe. En de verwachting is dat voor wat betreft de nieuwbouw, die prijzen zullen liggen op die 160 euro, 165 euro. Daar waar het de sociale koopwoningen betreft. En de CDA-fractievoorzitter die verbond daar de conclusie aan. Dan kun je geen goedkope koop meer bouwen. Nou, daar
verschillen we dan van mening over. Maar ik stel voor dat we dit punt even vasthouden. Dat we op het moment dat we in het najaar de GREX weer vaststellen. En onderdeel van de GREX is de grondprijzen. Ja, en dat we er dan op terugkomen. En misschien kunnen we dan ook een beetje voor een onderbouwing zorgen van. Met deze grondprijs, welke woningen zijn er dan te realiseren? Ja, uit ervaring weten we dat met deze grondprijs. Dat je woningen beneden de 2 ton gemakkelijk kunt bouwen. En ik zeg gemakkelijk omdat de kavelgrootte. Daar waar we in het verleden toch 250, 300 meter, zie je nu dat de vraag uit de markt toch om kleinere kavels gaat. Voorzitter, ja, ik zit even mij af te vragen, als wij die stukken krijgen die de wethouder nu toezegt, in hoeverre wij daar echt wat mee kunnen als we straks de besluitvorming rondom dit voorstel hebben, maar ook het voorstel wat dan nog komt, de bestemmingsplannen. Want uiteindelijk stellen wij met de bestemmingsplannen ook de exploitaties van die bestemmingsplannen vast. En daarmee dus ook de grondprijs. En komen dan de stukken die de wethouder nu toezegt, niet daar achteraan. En dan denk ik van, dan hebben wij een probleem als raad. Ja. Nee, maar dat is terecht wat u aangeeft. Wij kunnen, als wij een onderbouwing moeten geven van de economische haalbaarheid, dan horen daar ook de grondprijzen bij. Ja? En is dat eerder dan dat we de grondprijzen vaststellen in de grondexploitatie? Ja, dan zullen we daar expliciet aandacht voor vragen en dan keurt u dat wel of niet goed gezamenlijk met het bestemmingsplan. Is dat later, dan stelt u de grondexploitatie vast en daarmee zit het ook in het bestemmingsplan. Maar kunt u dan in het bestemmingsplan ook al een doorkijkje geven wat voor 2 ton dan ook daadwerkelijk gebouwd kan worden? Want dat is, wat we hebben vastgesteld, waar hier hardweg vraag naar is. Dat hoort niet in een bestemmingsplan. In een bestemmingsplan zet je niet de grondprijzen in een notitie economische haalbaarheid. Daar zullen we iets over grondprijzen en dergelijke moeten zeggen, de uitgangspunten. Ja? Maar als ik u de toezegging geef, anders raken we heel erg in de techniek. Ik geef u de toezegging, voordat het bestemmingsplan door u als onherroepelijk wordt verklaard, heeft u inzage in de grondprijzen voor de eerste fase. Ja? En, of de eerste ronde van uitgifte. Ik zie dat de griffier die noteert. Ja, vraag gestuurd. Kun je aan alle doelgroepen die er zijn, kun je daarin voorzien in Marsland? Nou, dat is niet zo, dat gaan we niet redden. Want wij gaan bijvoorbeeld, gestapelde bouw staat op dit moment niet echt op het programma. Ja, maar binnen de kern Hardenberg voorzien we in woningbouw voor alle doelgroepen. Rondom het centrum zie je toch veel meer gestapeld voor senioren gelijkvloers. Startersappartementen voor jongeren, denk aan het Oosteinde. Als je kijkt naar Marsland, is toch veel meer grondgebonden. Dan denk je toch veel meer aan de jongere gezinnen, maar ook senioren. Ja, en dat is dan meer het corporatiedeel die grondgebonden willen wonen met tuin en dat soort dingen. Maar het is niet zo dat wij, met name de ouderen die gelijkvloers willen wonen, dat we die in appartementen of zo gaan faciliteren op Marslanden. Want we hebben ook gezien hoe dat met de appartementen van de ontwikkelaar is afgelopen, die maar niet gerealiseerd wordt. Die vraag is op dit moment een hiel. Mocht op termijn blijken dat die vraag zich aandient, nou, dan zullen we misschien wel met een planwijziging moeten komen om dat alsnog te faciliteren. Maar als ik het palet van alle doelgroepen, zoals die net ook geschetst werden, zie, dan zie ik dat in de kern Hardenberg, dan wel in de nieuwbouwwijk, we in principe alle doelgroepen kunnen bedienen. Dat gaat van begeleid wonen, dat gaat van gelijkvloers wonen, dat gaat van starters in de huur, starters in de koop en ook de wat duurdere woningen, zowel van rijtjes, 200 in kap, vrijstaanden en misschien bedenken we nog wel een nieuwe vorm. Ja? Ja, daarom kijk ik ook even naar jou. Precies. Ja. U kunt het woord gaan graag. Wat zegt u? Of u voort wil gaan graag. Ja, dat wil ik wel. Nou, tijdelijke huisvesting is een beetje hetzelfde. Ja, wanneer komt de communicatie op gang? Nou, dit proces met Marslanden 2 is natuurlijk is al eens eerder voorzien geweest. Dus we hebben in het verleden wel eens een soort klankbordgroep uit Marslanden 1 gehad. Van nou, wat wil u met die wijk? Niet op detailniveau, maar op structuurvisieniveau. Ja? Toen hebben we daar ook een plan gemaakt en die ligt ook wel bij de stukken als onderlegger. Ja? Nu is het zaak om inloopbijeenkomsten te organiseren en met name voor wat betreft de havens HTS veel meer met Kolendoorn contacten. Die contacten zijn er geweest, maar we hebben het ook nog niet gedetailleerd ingevuld. Dus na uw instemming over 14 dagen, of niet, dan hoef ik niet in gesprek, maar na uw instemming gaan we het hele traject van communicatie enzovoort gaan we weer vol schoen oppakken. Agrariërs, voorzitter, worden niet getroffen
door met name de bouw aan de havenstraat is, want alle milieucirkels die nu van kracht zijn, en in de toekomst kunnen we nooit kijken, maar de huidige milieuregels en afstanden, die hebben we gerespecteerd. Allerlei onderzoeken zijn er geweest. Dus als het onderzoek goed zijn geweest, worden daar geen agrariërs in hun normale bedrijfsvoering gedupeerd. Voorzitter, mag ik daar misschien nog even een vraag over stellen? Ja. Op dit moment zal er misschien geen mogelijkheid meer zijn om dan te kunnen uitbreiden. Is dat ook zo dan? Of dat er is mag te blijven, maar uitbreiding is dan niet meer mogelijk? Ik ga met mijn laatste opmerking. Hoe is het met de ontsluiting geregeld? Voorzitter, mag ik even ook aan de heer Van den Berg, maar ook aan de portefeuillehouder een vraag over de agrarische sector stellen? Dat mag. Ja, het gaat dan natuurlijk om de vraag in hoeverre wij de bedrijvigheid van de agrarische sector in de weg zitten met dit plan. Dan rijst bij mij de vraag van ja, om hoeveel bedrijven gaat het hier en in hoeverre zetten we de boel op slot, omdat je mogelijk ook naar een andere kant toe zou kunnen. Ik ken de situatie niet goed genoeg, dus eigenlijk meer een opheldering daarover. Het is altijd lastig om te zeggen of je nu voor een situatie over 5 jaar de zaak op slot zet. Ik ken dan de regels niet, ik ken ook de plannen van de individuele agrarisch niet. In het verleden zijn we bezig geweest om te kijken wat voor mogelijke consequenties het zou kunnen hebben voor agrarisch. We hebben er ook wel wat aangekocht. Maar we hebben nu het plan dusdanig anders opgezet, omdat ook de markt er niet was en wij ook de aantallen die er ooit geprognosticeerd waren niet gaan halen. Dat we gezegd hebben van we gaan het plan nu zo inrichten dat iedereen die er zit gewoon kan blijven zitten. Niet elke agrariër heeft de milieuvergunning die heeft helemaal ingevuld. Dus soms zit daar nog ruimte in en ik weet dat van, eentje heeft me dat wel eens verteld, misschien is het inmiddels ingevuld. Maar je kunt nooit zo'n plan maken dat je helemaal naar de toekomst toe agrarisch kunt vrijwaren van problemen. Dat lukt je niet. Voorzitter, als ik mag, de vraag was meer gericht op de orde grootte van, hebben we het over 10, 20, 5, 2 agrariërs? Waar hebben we het over? Nou, voorzitter, de heer Van den Berg die woont in het gebied, die weet het veel beter, denk ik, of woont bijna in het gebied. Kijk of hij daar antwoord op kan en wil geven. Nou, ik ga hier geen aantallen noemen. Maar het gaat er mij met name om dat het maximale bouwblok van de desbetreffende agrariër gevrijwaard wordt om daar te kunnen bouwen binnen de wet en regelgeving die er op dat moment is. En nu is, sorry. Volgens ons kan dat, behalve als je switcht van bepaalde activiteiten. Stel dat iemand die nu een veehouderij heeft en die zegt we gaan naar een behoorlijke intensieve, waar andere afstanden gelden, ja dan durven we die garantie niet te geven. Maar binnen de bestaande tak van sport wel. Nog even de ontsluiting. Er is op termijn een ontsluiting voorzien aan de oogstzijde die aantakt op de traverse die bij de Kellerlaan komt. Dat is op termijn voorzien. Maar we hebben ook met elkaar afgesproken dat wij vanuit de Kastroom bouwrijpe activiteiten, daar hoort ook infrastructuur bij, dat we dat zouden op die wijze zouden financieren. Dat wil niet zeggen dat aan de oogstzijde niet ontsloten wordt, maar dat zal op de bestaande infrastructuur voorlopig zijn. En er komt niet een weg. En waar die weg precies komt te liggen, daar hebben we ook al in de informatie over gezegd, dat is nog niet helemaal bekend, dat moeten we even goed bekijken. Maar ook tijdens de bouw zal daar een bouwstraat komen te liggen, zodat de vrachtwagens niet door Marslanden 1 moeten crossen, om in Marslanden 2 hun ding te kunnen doen. Ja, dat zullen we, op die wijze hebben we dat besproken. Maar als de eerste woningen daar staan, dan zal de ontsluiting niet middels een nieuwe weg, waar we wel eens gezegd die langs de Eugenboesdijk moet komen, maar dat zal dan op de bestaande infrastructuur aantakken, omdat we eerst inkomsten willen voordat we die investering willen doen. Dank u wel, wethouder Prinsen. Ik kijk de zaal rond en vraag of er behoefte is aan een tweede termijn. De heer Dogger, de heer Rodermond. Dan geef ik het woord aan de heer Dogger. Dank u wel, voorzitter.
Ik denk dat ik even... Ja. De oplader stoort. Ik kreeg even de indruk bij de beantwoording van de wethouder dat... waar hij het heeft over de woningen en de verdeling met de projectontwikkelaar... dat hij wel heel nadrukkelijk op de lijn staat van de woningen in het huursegment en de sociale koop. Dat is het pakje aan voor de gemeente, want wij hebben de woningbouwcoöperaties erachter zitten. Is dat een verkeerd beeld wat ik heb, of kan die daar misschien toch nog op ingaan hoe die verdeling van die woningen is? Want wij willen natuurlijk ook wel graag dat wij ook met ons programma wat wij krijgen ook alles kunnen bedienen. Wat er aan vraag in de markt ligt. Een tweede vraag, dat toch even aansluit op het laatste punt, die ontsluiting. Het verbaast mij nu een beetje dat zo nadrukkelijk gezegd wordt dat de bestaande infrastructuur ook voorlopig althans de ontsluiting voor Maaslanden 2 is. En in afwachting van zeg maar de kassenstroom die komt, kunnen we eens kijken of er misschien een nieuwe weg langs de Eugenboesdijk is dat geloof ik, gelegd wordt. Ik dacht in mijn achterhoofd hebben zitten dat toen wij hier, dat is een groot aantal jaren terug, de structuurvisie hadden, dat toen wel nadrukkelijk gesproken is over een nieuwe ontsluiting al daar. Dus daar proef ik een beetje van, nou we moeten maar afwachten of die komt of niet. En ik zou daar graag wat meer duidelijkheid over willen hebben. En een laatste vraag, voorzitter. Kan de wethouder misschien ook nog ingaan op de fysieke verbondenheid tussen Maaslanden 1 en Maaslanden 2? Als je nu kijkt, is er dus één doorgang voor de auto's van Maaslanden 1 naar Maaslanden 2... En je merkt gewoon dat heel veel, noem het dan maar even, wat onrust ook in de wijk geeft. Maar ook zitten daar vragen achter van hoe zit het straks ook met bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor hulpdiensten naar Maaslanden 1 en Maaslanden 2 toe. Wordt daar aan die fysieke verbondenheid van beide Maaslanden ook nog iets gedaan? Wij zullen wachten op het antwoord van de wethouder, meneer Rodermond. Voorzitter, dank u wel. In ieder geval heb ik de beantwoording van een van mijn vragen gemist in de eerste termijn. En dat gaat over de rol van de gemeente in de markt, als marktpartij. Hoe kijkt de portefeuillehouder hier tegenaan, is mijn vraag. Vervolgens nog twee aanvullende vragen. Wat betreft de prognose voor de groei van de gemeente Hardenberg, is daar ook een koppeling gelegd met andere ontwikkelingen, economische ontwikkelingen. De rol van het ziekenhuis in deze gemeente, het voorzieningenniveau, en ik doel dan met name op de winkelcentra en dat soort zaken. En tot slot dan die 2000 woningen, daar reageerde de wethouder op, dat oogt heel veel, maar dat valt wel mee. Ik reageerde zelf niet zozeer op 2000 woningen, goh, dat is heel erg veel, als wel dat de 100% lijkt te benaderen van wat wij mogen bouwen in Hardenberg. En daarmee eigenlijk ook impliciet de vraag, zetten we daarmee niet de andere kernen op slot? Als daar nog een reactie op gegeven kan worden, is mij dat welkom. De wethouder. Voorzitter, in Maaslanden 2, in de fases waar we het over hebben, daar willen we 20% sociale huurwoningen realiseren. Maar omdat dat de opgave is voor de gemeente en we hebben de helft van de grond, betekent dat van onze grondpositie 40% naar de corporatie gaat. Dat is in hoofdlijnen de afspraak. En daarnaast hebben we het over een percentage sociale koop, wat we willen realiseren, maar dat is niet hard, want dat is aan ons en dat is ook afhankelijk van de vraag uit de markt. Ja? En dat zal... Wat ons betreft ook zo min mogelijk in projectvorm. Maar soms heb je een lokale aannemer of een aannemer die zegt ik kan een heel goed project bouwen die aan die sociale koopcriteria voldoet. En mag ik dat doen? Nou, die gunning die is er, dat zien we op Brandsveen, dat zien we overal. En daarna zullen we kavels uitgeven. Maar wij hebben als gemeente wel de taak en de verantwoordelijkheid om met name voor het sociale deel... om daar de belangen van onze inwoners te behartigen. Maar er blijft nog, denk ik, redelijk wat over om aan kaveluitgifte te doen. Wat de ontsluiting betreft, in de overeenkomst, maar niet aan het begin, is meegenomen dat wij langzaam verkeer en snel verkeer, dat we die van elkaar scheiden straks bij de wijkontsluiting en die wijkuitsluiting, dat moet op de Eugenboersdijk dan wel op een eventueel nieuw aan te leggen weg. Die zitten niet aan de voorkant, die investeringen.
Maar die zitten wel in het totale project opgenomen, maar niet aan de voorkant. Want eerst hebben we steeds tegen elkaar gezegd dat het machientje moet gaan lopen. U heeft ook aangegeven, in een eerder stadium, bouwrijp maken en dat soort dingen. Dan moet u zoveel mogelijk vanuit de kaststroom betalen, want anders drukt dat, door het stelselwijziging, drukt dat op de exploitatie van de gemeente. En past ook op dit moment niet binnen datgene wat we in de begroting hebben opgenomen. Maar het zit in het plan en ook in financiële zin zit het erin. Voor wat betreft verbinding Maaslanden 1, 2, daar komt een zowel langzaam verkeer als autoverkeer verbinding. Want de nieuwe wijk heeft ook gewoon twee ontsluitings, moet twee ontsluitingen hebben vanwege allerlei calamiteiten die zich voor kunnen doen. Dat zie je ook in Maaslanden 1, alleen dat hebben we, één hebben we geblokkeerd middels een paal om zo het sluipverkeer uit die wijk te halen. Nou, daar zijn heel veel mensen voor, maar ook heel veel mensen tegen. Want ja, dat geeft toch wel het omrijden enzovoort. Dus, ja, maar voor wat betreft Maaslanden 2 moeten we aan twee ontsluitingen werken. En als dat op een gegeven moment overlast geeft, dan zullen we opnieuw een oriëntatie moeten maken. Hoe doen we dat anders? Hoe doen we dat beter? Dus die ontsluitingen die zullen er gewoon moeten komen. Maar dit soort dingen komen in het bestemmingsplan terug. Ja? Dat zijn de zaken die je juist in het bestemmingsplan regelt. Ja. Op een vraag van de D66-fractie, private taak, publieke taak, petten, wij bouwen niet. Wij bouwen niet zelf, wij doen aan gronduitgifte. Ja. Ik heb ook alles in de informatieronde gezegd, een ontwikkelaar kan drie keer verdienen. Aan de grond, aan het bouwen en aan het meerwerk. Ja, dat zie je heel vaak. En wij moeten in onze grondexploitatie al onze zaken regelen, omdat wij maar één keer eigenlijk aan zet zijn. Dus wij doen niet anders dan op een wijze die wij gewend zijn hier te doen om kavels uit te geven tegen een prijs die u heeft vastgesteld. Dat is onze rol en onze taak. Dat we daarnaast nog wat ingrediënten hebben als een woonteam en ze worden mogen duidelijk zijn. Ik ben eventjes die vraag kwijt, daar kom ik zo wel even op. De prognose van de groei en groei in relatie tot voorzieningen. Ja, zo werkt dat niet. Het werkt volgens mij andersom. Nee, sorry, dan heb ik me niet duidelijk genoeg uitgedrukt. Ja, en ik niet goed opgeschreven, zie ik net. Dat zou ook kunnen. Nee, mijn vraag was meer van, oké, we hebben een prognose. Ja. Dat is op een lange termijn neergezet. Maar die prognose is die bijvoorbeeld ook gekoppeld aan gewoon andere ontwikkelingen die we ook kennen. Waardoor de groei gestagneerd wordt of juist gedrukt wordt naar een negatieve groei. Nee. Wij hebben hem uitsluitend gekoppeld aan de prognose zoals die er ligt bij Primus, want dat is het enige argument wat we aan kunnen voeren om aan te tonen wat onze woonbehoefte is. Daar hebben we hem aan gekoppeld. Ja? Die 2000 woningen, belemmeren we daarmee niet het bouwen in andere kennis? Zetten we dan niet al onze hele plancapaciteit op slot? Nee, die 2000 woningen, dat is volgens prognose over heel de gemeente. Daar zit Hardenberg in. Als deze fase doorgaat met x aantal woningen, dus dit is waarin ook alle anderen kennen, maar wel volgens het gelaagdheidsmodel zoals we dat hebben vastgesteld. En ook volgens de principes, hè, in de hele kleine kernen geen nieuwbouwlocaties, maar inbreidingslocaties. Nou, daar krijgen we straks nog een onderwerp van. Maar volgens die criteria, en we hebben ook rekening gehouden met VAPS, vrijkomende agrarische bedrijven. Met name dat deel wat cultuurhistorisch belangrijk is om in het landschap te houden, om daar ook ruimte te creëren. Om een boerderij om te batterijen tot een mogelijkheid voor een woning of een extra woning. Dat hebben we, ja, en daar willen we ook die flexibiliteit houden. Vandaar dat we ook onder die 100% willen blijven zitten. En met dit blijven we die ruimte daarvoor houden. Akkoord. Even gewoon voor mijn volstrekte helderheid. Die 2000 woningen, zegt u, is voor de gehele gemeente. Toch staat dat aantal genoemd in de intentieverklaring die samen is opgesteld met deze projectontwikkelaar voor dit gebied. Ja. Hoe verklaart u dat? Omdat die ontwikkelaar wil weten wat er in deze gemeente gebeurt. Ja? Hij wil weten van, stel nu dat je besluit om in Lutten 60 woningen te bouwen. Dat je besluit om in Gramsbergen extra woningen te bouwen om de regionale opvang te doen. Dat is van invloed op het project wat hij hier heeft. In die context moet je dat zien. Ja? Dank u wel voor uw beantwoording. De opmerking van de VVD, de heer Gelling, in mijn gedachten, kan ik vaststellen dat dit punt als bespreekpunt naar de volgende ronde gaat. Oké. Okay.
dat staat dan genoteerd. Dan gaan wij naar het volgende agendapunt, agendapunt 5. Vaststellen bestemmingsplan buitengebied Hardenberg, tweede blokweg, schuine sloot, bouw van twee woningen in het kader van de buurtschappennoodzaal. Wie mag ik daarover het woord geven? Helemaal niemand. Dan is de vraag, nee, die hoef ik ook niet te stellen. Ik neem aan dat dit dus gewoon een hamerstuk wordt voor de volgende raadsvergadering. Waarvoor hartelijk dank. Dan heb ik de rondvraag. Ook daar meldt zich niemand voor. Voorzitter, meneer Dogger. Misschien goed dat u het college kunt vragen of in elk geval de volgende raadsvergadering de heer Jansen wel aanwezig is. Want anders krijgen we misschien daar een probleem met de VVD. Dan krijgen we misschien agenda technisch een probleem. Ik weet niet of de ziekte die de heer Jansen op dit moment heeft zo voorspelbaar is dat dat in te schatten is. Ik had niemand voor de rondvraag verder, dan sluit ik bij deze de vergadering. Hartelijk dank aan uw deelname.